Hi. Hey, ik kom inderdaad net vandaag terug uit Ierland, maar dus ik was inderdaad op vakantie. Ja, daarom ben ik ook een beetje brak, want ik heb gisteren was het een beetje ja, klinkt niet zo heel stoer, maar gisteren waren we wezen vissen op de Noordzee. Ja. Ja, nee, gewoon voor de sport, hè, dus ja, we hebben ook alles teruggegooid. Ja, en bovendien is het verboden, hè. Walvisjacht. Nou, fijn, gezellig. Even checken van tevoren, zijn er toevallig nog mensen die suïcidaal zijn vanavond? Nee, niemand. Jammer. Nee, die vind ik altijd het leukst. Die vind ik het leukst. Ja, nee, ik heb ook heel veel ervaring mee met dat soort mensen. Ja, vroeger kende ik bijvoorbeeld heel veel mensen die zelfmoord wilden plegen. Maar ja, tegenwoordig dan een stuk minder. Ja, nee, ik begrijp het niet. De mensen die zelf... Ik begrijp het gewoon echt niet. Ja, ik bedoel, ik ben zelf ook wel eens depressief, maar die laatste stap begrijp ik niet. Ik bedoel, als ik depressief ben, ja, dan heb ik gewoon echt nergens meer zin in. Dus dan heb ik zelfmoord ook zoiets van, ja, laat maar. Nee, ik vind het wel fascinerend. Ik heb een keer gezien een gast bij Rondom 10. En die gast die had 11 keer een zelfmoordpoging gedaan. 11 keer! Ik zit te kijken en denk, ja... Als je ook niet in staat bent om jezelf binnen 11 keer van kant te maken... dan verdien je ook gewoon een kut leven. ging die presentator hem ook vragen... ja, maar meneer, waarom wilt u dan dood? Ja, ik kan niks. Ja, ik ben dus Lambert-Jan. Ja? Hoi, dank jullie wel. Ja, ik ben het niet één. Ja, ik weet wat jullie denken. De mensen vragen dat de hele tijd. 15 jaar geleden, ik werd daar heel veel mee geconfronteerd. Dus ik heb een soort systeem ontdekt. Kijk, 15 jaar geleden, toen waren Turken klootzakken. Toen vroeg iedereen aan mij of ik Turks was. Tegenwoordig zijn Marokkanen klootzakken. En dan vraagt iedereen mij of ik Marokkaans ben. Dus ja, ik zie er kennelijk uit als een klootzak. Tegenwoordig vragen ze niet meer Turks of Marokkaans, maar vragen ze eigenlijk een moslim. En dat komt ook, ik drink geen alcohol meer. En dat is, ik heb altijd zoiets van, ik moet meteen laten merken dat het niet zo is. Weet je, die sociale druk die er dan op zit. Dat is altijd heel lastig. Ik vind dat, weet je wel, dan is het een bar, hey, Lambert-Jan, bier? Nee, ik drink geen alcohol. Hoezo niet? Ja, dat gaat niet samen met drugs. Ja, het is, we willen er toch meteen vanaf zijn. En ik volg dat wel goed, hè. Ik probeer een beetje te volgen wat er allemaal gebeurt aan de rechterkant van Nederland. Nou, ik heb ook vrij veel vrije tijd, dus ik ben laatst naar een open dag van de PVV geweest. Open dag van de PVV. Ja, was niet zo heel spectaculair. Nee, er was één ding, hadden ze bedacht, was wel aardig, mocht je een potje dammen met Geert Wilders. Maar nou, dat was echt niks aan. Nee, want Geert Wilders had een nieuwe spelregel bedacht. Je mocht alleen de zwarte slaan. Ja, dat is ook niet erg... Zijn er ook mensen die net vader of moeder zijn geworden? Toevallig. Niemand, gelukkig. Ik ben nu 33 en 33, 2 jaar geleden kwam ik achter 30 jaar. Dat is die leeftijd waar al mijn vrienden van vroeger zijn kinderen aan het produceren. En mensen die vader of moeder worden, het eerste wat die doen is, die verliezen gewoon al hun gevoel voor humor. Ja. Het is gewoon in één keer weg. Ik was 2 jaar geleden, was voor het eerst een oude schoolvriend van mij. Die vertelde van, ja, mijn vriendin is zwanger. En het was heel onverwacht. Dus ik zeg, hè, wanneer heb je besloten dat je kinderen wil nemen? Hij zei, nee, kinderen neem je niet, kinderen krijg je. Ik zei, ja, dat zeg jij. Maar de gemiddelde pedofiel denkt er heel anders over. Nou, dat vond hij al niet lollig. Maar toen was dat kind geboren en toen, je moet toch op kraamvisite, dus ik ben er toe. Maar dat was echt 25 jaar daarvoor dat voor het laatste bij iemand op bezoek was geweest dat er een baby in huis was. Dus ik kom daar en die jongen die is net 2 dagen vader, dus loopt echt als een kip zonder kop rond. Hè. Ah, dit nog doet, opeens staat hij voor me. Shit, ik moet je nog tracteren. Ik zeg, wat? Hij zei, je weet wat, beschuit met muisjes. Ik zeg, hè? Nee, ik weet niet waar je het over hebt. Hij zei, beschuit met muisjes, blauwe muis bij een jongetje en een roze muis bij een meisje. Ik zeg, ja, en een gestampte muis bij een abortus. Oh. Hij was minder enthousiast. Of ik niet terug wilde komen voordat kind 6 was. Oh. Nou, ik merk toch dat er hier veel mannen zitten. Ik heb een goede tip voor alle mannen hier.
Jongens, ik heb voor mensen, die mannen die toch wat de moeite hebben met een relatie of wat voor manier dan ook. Ik heb er altijd heel veel moeite mee gehad om dat goed te onderhouden. Dan heb ik een enorm goede tip voor alle mannen hier vanavond. Jongens, er is een boek. En de boek, dat moeten jullie lezen. Dat moeten jullie helemaal doornemen en goed begrijpen wat erin staat. En wat erin staat, dat moeten jullie gebruiken. En dat boek, dat heet Waarom mannen niet luisteren en vrouwen niet kunnen kaart lezen. Kent iemand dat boek? Ja, het is altijd een vrouw. Ja, dan zegt ze wel tegen een vriend, hé, je moet het boek ook lezen. Maar ja, die luistert toch niet. Nee, maar voor de mannen, even voor de duidelijkheid, het is echt een fantastisch boek. Dat het boek dat legt uit hoe mannen en vrouwen in elkaar zitten. En ik heb dat boek gelezen, ik heb er meteen wat aan gehad. Want kijk, vroeger, als mijn vriendin irritant deed, dan zei ik van, fuck, wat doe je toch irritant? En dan werd ze boos. Maar tegenwoordig, als mijn vriendin irritant doet, dan zeg ik, liefje. Je weet dat ik echt ontzettend veel van je hou. Maar als je doet zoals je nu doet, dat vind ik gewoon niet zo leuk. Maar dat geeft niet hoor. Want ik weet wel hoe dat komt. En dan wordt ze echt helemaal woest. Nou, dat is echt een fantastisch boek. Dat boek legt uit hoe de verschil tussen mannen en vrouwen zijn ontstaan. Dat is allemaal ontstaan in de oertijd. Omdat in de oertijd hadden mannen en vrouwen hadden verschillende taken. En mannen die gingen op jacht en vrouwen die verzamelden noten en fruit. Ja, en zoals jullie allemaal al weten, noten en fruit die lopen niet echt heel hard weg. Als je kabaal maakt. Ja, dus wat deden wij van de hele dag lang? Was zo, ja, de hele dag door. Dat zie je nu nog steeds, hè? Zie je nu nog steeds. Vrouwen gebruiken per dag 3 keer zoveel woorden als man. Ja, en mijn vriendin ook. Dus als ze vanavond thuis komen, we nog een uur luisteren naar een gelul. Nee, maar het is wel fantastisch en fascinerend hoe die verschillen zijn ontstaan. Ja, mannen die gingen op jacht. Mannen kunnen ook maar 1 ding tegelijk. Ja, dat is ook logisch. Want stel je bent op jacht en je probeert een of andere oeros van 1800 kilo dood te maken. Dan wordt die boos. En dan is het handig als je daar je aandacht bij houdt. Dat zie je ook terug in de hersenen van mannen en vrouwen. Die zijn verschillend. Vrouwen hebben 2 hersenhelften die heel goed samenwerken. En waar de taken ook over beide hersenhelften verdeeld zijn. Bij mannen niet. Mannen hebben 2 hersenhelften die min of meer afzonderlijk van elkaar werken. En waarbij de ene zet je aan en de andere uit. Ja, bij vrouwen heb je bijvoorbeeld die hersenhelften werken echt samen. Dus bij vrouwen de centra voor emoties en spraakvermogen verdeeld over beide hersenhelften. Bij mannen niet. De mannen zitten, spraakvermogen zit rechts en de emoties zitten links. Ja, dat is erg. Maar bij dames is het ook niet zo erg als een man hersenletsel krijgt. Nee, als het rechts zit, dan kan hij niet over praten. En als het links zit, dan maakt het niks uit. Ja. Als een vrouw hersenletsel krijgt, dan ben je natuurlijk mooi de lul. Maar dan gaat ze de hele tijd lopen janken en wil ze het de hele tijd over hebben. Ja, en 3 keer zo lang, hè? Ja, het is, ik weet wel, het is een beetje simpel allemaal. Het is niet alleen de hersenen die het verschil bepalen tussen mannen en vrouwen. Hè? Het zijn ook de hormonen bijvoorbeeld. Wisten jullie dat in de bio-industrie, dat ze daar vrouwelijke hormonen gebruiken om dieren op te mesten? Zat ik toch niet heel ver naast toen ik zei dat ze een vet varken was. Nee, dat is een flauw, hè. Ik weet het al, mannen hebben ook hormonen. Mannen hebben vooral testosteron. En testosteron doet echt lijp veel met je lichaam. Hè. Testosteron bepaalt je haargroei, waar dat komt te zitten en of je kaal wordt of niet. Testosteron bepaalt ook de hoogte van je stem. Hoe minder testosteron, hoe hoger je stem. Testosteron bepaalt de agressie die je hebt, de spiergroei, allemaal dat soort dingen. Maar wat ik niet wist, en dat las ik dus in dat boek. Dat de hoeveelheid testosteron, hoe meer testosteron je hebt, hoe meer je geniet van een orgasme. Dus dat is ook weer mooi. Hey, nee, dames en heren, mijn naam is Lambert Jan. Dank jullie wel.